1985 was dat. Brian Ferry met Slave to Love bereikte ooit de 33ste plek in de single top 100. En u kent hem misschien nog wel van de rockband Roxy Music. En dat brengt ons via een klein omweggetje bij Albert Einstein. Want hij is zelfs in Katwijk geweest. En er is dus een link tussen Einstein en Katwijk. En degene die daar alles van weet is Michiel van der Schoot. Een hele goede morgen. Ja, goedemorgen. Ja, ineens van de week een klein stukje op Facebook. Alles naar aanleiding van een film die over Einstein en Lorenz gemaakt is. En ja, u gaf daar een reactie op. En nou bleek, u hebt ooit een studie gemaakt van wat de rol was van Katwijk in de ontmoeting tussen Einstein en Lorenz. En dat moeten we een klein beetje uitleggen. Vertel. Nou, hoe heet dat? Ja, ik zeg maar Lorenz gewoon, maar dat maakt niet uit. Maar Einstein is hoogleraar geweest in Leiden. Zij het niet fulltime, maar wel parttime. Maar hij kwam er ook vaak. En met name Lorenz is een voorloper geweest van Einstein. En heel veel van de relativiteitstheorie die Einstein verder heeft geperfectioneerd, die komt bij Lorenz vandaan. Lorenz was al de eerste die zei, de lichtsnelheid is absoluut. Nou, in ieder geval, wat is eigenlijk het verhaal? In Leiden, na de Eerste Wereldoorlog, omdat Nederland neutraal was geweest, ontstond daar een ontmoetingsplaats voor eigenlijk allerlei geleerden uit de hele westerse wereld, die ineens tegen hun zin bij de ene of bij de andere partij hadden gezeten, fout waren of niet fout waren. Joden waren, konden eigenlijk alleen naar Leiden. Dus Leiden bloeide als nooit tevoren, met name op het gebied van de natuur en wiskunde. Ja. Een soort gelukje eigenlijk dan, die Eerste Wereldoorlog voor Leiden dan. Ja, zeker, zeker. En heel veel van die dingen zijn niet zo bekend. Maar een van de belangrijkste personen overigens in het geheel, die een enorm bindende factor had, was professor Ehrenfest. Dat was een Joodse Oostenrijker, die uiteraard, die was overigens al vrij vroeg in Leiden hoor, lang voor de Tweede Wereldoorlog. Maar hij kon als Jood ook niet goed terecht in andere universiteitssteden. Mensen werden gewoon overal geboycott. Zijn vrouw was een Russische en die hebben jaren in Leiden gewoond. Het huis wat ze hebben gebouwd, dat staat er ook nog aan de Witte Rozenstraat. En dat was een ontmoetingsplaats voor bijna iedere beroemde wiskundige en natuurkundige uit de hele wereld die ooit in Leiden kwam. Die logeerden allemaal bij hem thuis. Ja. En op het slaapkamertje waar ze logeerden, daar zetten ze ook allemaal de handtekening. Die muur is overigens uit het huis weggebroken en die staat nog steeds op de natuurkundefaculteit van Leiden achter glas. En daar staat uiteraard dus ook de handtekening van Einstein op. Want Einstein logeerde daar dus heel vaak als hij in Leiden moest werken een aantal maanden. Dan ging hij niet naar een hotel of wat dan ook, maar dan logeerde hij bij Ehrenfest. Ja, prachtig, hè? Echt een mooi stuk geschiedenis. Ja, het gaat nog veel verder. Misschien straks nog even. Ik weet niet hoeveel tijd je hebt, maar ik kan er uren over praten. Maar eerst even naar de rol naar Katwijk. Ja. Ehrenfest was een hele bijzondere man. Die, laat ik zeggen, misschien net niet tot de absolute wereldtop hoorde qua wiskunde en natuurkunde. Alhoewel ik dat met een zekere schroom zeg, want ik heb grote wonderen van die man. Maar die man die heeft een hele nieuwe manier van lesgeven geïntroduceerd. Wat hij deed bij hem thuis in de woonkamer stond ook een groot schoolbord. Zo'n ouderwets zwart schoolbord. Ja. En hij nodigde één keer per week uiteraard de gasten die toevallig bij hem in huis waren. Dat kon dus Einstein zijn. Maar ook een paar hele goede studenten uit. Dus het kon best zijn dat je als 19-jarige daar gewoon met Einstein moest discussiëren. Dan moest je een stelling neerzetten. Dan ging ze discussiëren en op de bord schrijven enzovoort. En dat heeft zelfs ook nog weer later een Nobelprijswinnaars opgeleverd. Bijvoorbeeld Jan Tinbergen, de econoom, die de eerste economie Nobelprijs heeft gegeven, die is begonnen met wiskunde. En die heeft gewoon bij Ehrenfest in dat wat hij noemde colloquium gezeten. Die Ehrenfest was dus een enorme onderwijsvernieuwer. Was een sociaal buitengewoonvaardige man. En die trok dus al die bekende buitenlanders naar Leiden. Bijvoorbeeld een heel leuk voorbeeld. Dat weet bijna niemand, maar het wetenschappelijke hoofd van de eerste atoombom in Amerika, het Manhattan-project. Ja. Die atoombom die uiteindelijk op Hiroshima en Nagasaki is gevallen. Dat was een Robert Oppenheimer. En die Robert Oppenheimer heeft ook in Leiden een tijdje, een seizoen gedoseerd. Woonde toen ook bij Ehrenfest en heeft zelfs in die
tijd dat hij er zat Nederlands leren spreken. Die heeft dus in het Nederlands college gegeven. En is daarna, vlak voor de Tweede Wereldoorlog, naar Amerika verhuisd. Waar hij leider van het atoombomproject werd. En Ehrenfest was, die had naast zijn studie en zijn studenten had hij ook één grote hobby. En dat was naar het strand gaan. En hij ging altijd naar Katwijk of naar Noordwijk, maar liever naar Katwijk. En dan nam hij heel vaak die wetenschappers mee. Dus de wereldtop is echt, en dat is niet allemaal helemaal precies gedocumenteerd, maar die wereldtop is allemaal in Katwijk op het strand geweest. Dat is ongelooflijk. Ja, het is een gelukje misschien dat dat Katwijk zo dicht bij Leiden ligt. En het was logisch dat je dan naar Katwijk en naar het strand toe ging. Maar het zou dus zomaar kunnen zijn dat heel veel grondbeginselen in de wiskunde en de economie en zelfs dus de atoombom, dat heel veel van die ideeën misschien wel op het Katwijkse strand zijn ontstaan. Ja, in een relaxed omgeving. Het zou zomaar kunnen. Wat misschien ook nog wel aardig is om te vertellen, Katwijk is natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog behoorlijk beschadigd geraakt, zeker aan de boulevard, omdat de Duitsers alles gesloopt hebben. Maar daarvoor was er een hele rij villa's. Er waren echt heel veel professoren en rijke mensen en mensen van adel die een zomervilla hadden. Die in zomers aan Katwijk aan het strand woonden. Dus er is nog een andere link en die is direct, die is ook te documenteren. Die is ook gedocumenteerd. Dat is Kamerling-Onnes. Kamerling-Onnes was net als Lorenz. Ze waren echt tijdgenoten. Ze zijn bijna hetzelfde jaar geboren en bijna hetzelfde tijd gestorven. Allebei de Nobelprijs gehad. En Kamerling-Onnes, je hebt veel industrieterrein natuurlijk waar de Kamerling-Onnes weg is of wat dan ook. Maar die heeft de Nobelprijs gekregen omdat hij als eerste in de hele wereld in staat was om helium vloeibaar te maken. 1 graad boven het absolute nulpunt. En zijn broer, Menzo, die woonde in Katwijk. Daar ongeveer bijna op het hoekje van de boulevard bij Hotel Savoy. Dat was een kunstenaar. Schilder, dus een kunstschilder. En die, maar ook architectuur had hij een beetje in zijn mars. Dus dat Hotel Savoy, dat tegenwoordig is natuurlijk een beetje vervallen, maar dat is ooit een prachtig gebouw geweest. De Villa Allegonda. Ja, daar heeft hij het interieur van ontworpen. Maar in ieder geval, als dus mensen naar Katwijk naar het strand gingen, of daar eens een nachtje bleef slapen, dan sliepen ze ook allemaal voorbij die Menzo Kamerling-Onnes. Die heeft ook een keer een tekeningetje, schilderijtje gemaakt, een watertekeningetje, van Einstein en Ehrenfest. Waarbij Ehrenfest piano speelde en Einstein viool speelde. Want Einstein kon redelijk goed viool spelen. Dus, en waar dat precies, of dat bij Ehrenfest in huis is geweest, dan wel bij Kamerling-Onnes in Katwijk, dat is niet meer te achterhalen. Maar in ieder geval, die kwamen daar regelmatig. Bekend is ook dat Einstein onderweg van Leiden naar Katwijk een keer in Rijnsburg bij het Spinoza-huisje is geweest. En daar in het gastboek ook zijn handtekening heeft gezet. Die kan je nog steeds vinden. Maar hij kwam er veel vaker. En nog ook een, niet rechtstreeks met Katwijk, maar wel diezelfde periode te maken, is ook iets wat bij heel weinig mensen bekend is, maar wat als wereldschokkend nieuws is. Tenminste, als ik mensen vertel, dan zijn ze zwaar van onder de indruk. Omdat er in Nederland zoveel kennis aanwezig was, laten we zeggen, de hele kennis rond atoombommen, nou atoombommen nog niet helemaal, maar wel wat kernsplijting en al dat soort zaken betrof. Daar was Leiden ook heel belangrijk in. Die professor Lorenz is jarenlang voorzitter geweest van de zogenaamde Solvay-conferentie. Dat was een bijeenkomst die werd jaarlijks in Brussel gehouden. Solvay is een rijke Belgische industriële familie die sponsorde dat, zeg maar. En daar kwamen echt alle grootheden. Onder andere Marie Curie, die ook wel waarschijnlijk ook een Nobelprijswinnaar is. Einstein, allerlei hele bekende. En Niels Bohr, al dat soort dingen. En dat was het voorzitterschap van Lorenz. Dus de Nederlander, de Leidenaar. Maar zodoende wist dus eigenlijk de hele wetenschappelijke wereld, want er kwamen ook gewoon Russen, wisten wel een beetje wat er aan de gang was, hoor. Dus dat Amerika de eerste atoombom had, was omdat ze zo industrieel mee bezig waren. Maar de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog zijn ermee bezig geweest. Heel kort daarna had Stalin ook een atoombom. Dat had niks met spionage te maken, want die kennis was gewoon beschikbaar. Die was voor de Tweede Wereldoorlog al beschikbaar. Maar wat ik bedoelde over het wereldschokkende. Nederland is het eerste land geweest ter wereld wat een atoombom wilde maken. Nederland heeft in 1939... een behoorlijke hoeveelheid
uraniumoxide gekocht in Belgisch Congo. En uranium, even voor de luisteraar, dat is de grondstof om een atoombom te maken. Ja, je kan ook plutonium gebruiken, maar in dit geval uranium. En dat uraniumoxide, dat is dus dat is dus al geen uraniumerts meer. Maar dan is zeg maar, dat is al 100 keer. Dan is de uranium eruit gehaald. En de aarde en al andere dat soort is weg. Het uraniumoxide is geel. Dat noemen ze yellow cake in het Engels. Dat is in 200 vaatjes, kleine vaatjes. Maar bij elkaar was dat iets van 10 of 20 ton. Dus best een behoorlijke hoeveelheid. Een treinwagon vol. Is dat in Leiden afgeleverd in 1939. En echt inderdaad met de bedoeling. Colijn was er van op de hoogte. Minister Van Dijk, de toenmalige minister van Oorlog heette dat nog. Tegenwoordig Defensie. En professor De Haas uit Leiden. Dat was zeg maar de opvolger van Ehrenfest. Die De Haas was met de nieuwe militaire mogelijkheden. Want het was nog maar een half jaar daarvoor was de kettingreactie bewezen en uitgevonden. Die was naar het ministerie gegaan. En Colijn zei, dat wapen moeten we hebben. Dus Nederland heeft toen die als eerste land uraniumoxide gekocht om daar een atoom van te maken. Maar dat heeft natuurlijk invloed gehad op de loop van de Tweede Wereldoorlog. Ik kan me zo voorstellen dat wisten. De grap is dat Nederland het spul verborgen heeft in Delft. Ja. Onder het nog net niet helemaal afgebouwde scheikundegebouw, waar notabene in de kelders dat lag en de Duitsers erboven een soort kwartier hadden. Maar dat is nooit ontdekt in de Tweede Wereldoorlog. Ze wisten het niet. Het is geen complottheorie hoor, je kan het ook gewoon overal vinden. Het is gewoon echt zijn feiten, alleen het is gewoon niet zo bekend, vreemd genoeg. Maar het is niks verzonnen verhalen, het is echt waar. En Nederland heeft het na de Eerste Wereldoorlog weer verborgen gehouden voor de Amerikanen en de Engelsen. Na de Tweede Wereldoorlog. En uiteindelijk is daar Urenco uit ontstaan in Almelo. Urenco is een opwekkingsfabriek van, dat zit natuurlijk een beetje in, uranium. En je weet dat. Dat is dan nog weer een mooi verhaal. Bij die Urenco is later een Kaan, een Pakistaanse atoomspion gekomen, die heeft daar gewerkt. Ja. Die was weer getrouwd met een vrouw uit Leiden en sprak ook Nederlands. En dat vraag ik nu te veel, maar nou gaan we te veel van Katwijk af. Maar laten we zeggen, de atoombommen van India en Pakistan, die komen uiteindelijk dus uit bij Urenco. En Urenco is ontstaan uit Leiden vandaan. Het kan allemaal teruggelinkt worden naar Leiden. En daarmee dus ook een heel klein beetje Katwijk. Ja, zeker. Nou ja, niet een heel klein beetje. Want Katwijk was dus echt wel een hele bijzondere plaats hoor, voor de Tweede Wereldoorlog. Want ik noemde net het woord Kaan. Maar Kaan is een soort de boer. Maar dan uit de streken van Pakistan en India. Dus een veel voorkomende achternaam. Maar je hebt bijvoorbeeld in Katwijk ook nog de Inyat Khan gehad. Ja, van de Soefi-tempel. Van de Soefi-tempel, ja. Nou, maar dat past ook heel sterk in diezelfde sfeer, dat er in Katwijk dus heel veel intellectuelen, zeg maar, zomers kwamen genieten. Omdat daar ook vaak, er waren wat rijkere mensen, die hadden daar een villa en die nodigden weer professoren of andere mensen uit de wetenschap of de internationale wereld uit. Jo, dus daar is. Hoe reageerden de Katwijkers er eigenlijk? Is daar enig zicht op? De Katwijkers is natuurlijk altijd een beetje een gesloten gemeenschap geweest. De Katwijkers zelf. Maar hoe reageerden die op die toch wel grote groepen wetenschappers die dus elk jaar naar Katwijk kwamen? Ja, ik denk dat zeg maar, dat weet ik zelf niet, dat weet ik niet zo goed hoor. Maar kijk, voor de Tweede Wereldoorlog had je overal, en dat zal in Katwijk niet anders zijn geweest, enorme verschillen tussen rangen en standen natuurlijk. De Katwijkers en de vissers die woonden in een relatief klein plaatsje. Een beetje achter de boulevard. En die hadden misschien helemaal niet eens. Die zagen de schoonheid van het strand helemaal niet. Want het strand was dat was het werkterrein. De Wurf noemden ze het niet voor niks. Dat was het industriegebied. Dus die woonden liever in het dorp. En de mensen van buitenaf, de kunstschilders. Want die hadden natuurlijk ook heel veel. Dus ook nog artiesten. Dus artiesten, wetenschappers en rijke mensen. Die zagen wel de schoonheid van de zee en het strand. Maar Katwijkers zagen dat niet, want dat zagen ze elke dag. Het was voor haring te vangen, dat was eigenlijk vervelend. Dan breng je dood als je niet oppaste. Dus dat waren gewoon twee gescheiden werelden. Dus ongetwijfeld wel Katwijkers meisjes gediend hebben we die rijkere mensen. Maar ja, dat was gewoon een heel ander volk. Dat leefde langs elkaar in. Maar dat moet een prachtig gezicht zijn in die, geweest zijn in die tijd. Aan de ene kant de werkmannen, de bomschuiten nog op het strand. En aan de andere kant die wetenschappers en kunstschilders. En dat is eigenlijk een grote smeltkroes eigenlijk. Nou ja, het was niet van in natuurlijk dat die kunstschilders
dat zo aantrekkelijk vonden natuurlijk. Want dat ja, die bomschuiten, die werkmensen met kroestige handen en een beetje dat je gerimpelde gezichten, dat schilderde natuurlijk wel wat mooier en wat echter. En zeker in die bepaalde periode waar een beetje de romantiek en waarbij het schilderen veel meer terugging naar de werkelijkheid. Ja. Ja, dat vonden die schilders prachtig. Niet dat gekunstelde. Nee, prachtig. Moet een mooie tijd geweest zijn, zeg ik zomaar. U heeft daar een studie van gemaakt. Ik kwam daarachter op Facebook. Ik zag uw reactie. En een van de reacties die daaronder stond, was van iemand die zei, die vroeg aan u, van u moet het eigenlijk in boekvorm uitbrengen. Maar dat heeft u nog niet gedaan. Bent u dat wel van plan? Nou, dat is die studie die ik ervan gemaakt heb, was voor dat boek. Ik ben van plan geweest een boek te schrijven. En ik moet zeggen, ik heb daar een behoorlijk stuk van af. Maar ik heb het te druk, joh. Dat komt nog een keertje. Ja. En dat komt nog wel een keer. Ja, ik ga het kopen. Ik wil die verhalen, wil ik lezen. Ja, maar het zijn ook echt, het zijn inderdaad buitengewoon fascinerende verhalen, hoor. Ik kan er nog veel meer over vertellen, uiteraard. Maar het moet ook een beetje leesbaar blijven. Anders ga je te veel in feiten en allerlei verhaaltjes vervallen. Maar het was voor mij ook een openbaring, hoor, toen ik daar wat verder in verdiepte. Ik heb vroeger zelf in Katwijk gewoond. Ik heb de eerste 30 jaar van mijn leven in Katwijk gewoond, dus ik ken het goed. Ik ken ook nog Katwijk Spreto, Nevi. Oké. Nou, hartstikke goed. Nou, ik ben gefascineerd en ik denk met mij heel veel luisteraars. Ik hoop van harte dat u de tijd gaat vinden om dat boek alsnog te schrijven. En misschien dan nog een keertje uitnodigen hier in de studio om nog meer van dit soort mooie verhalen te vertellen. We zijn helaas alweer door onze tijd nu heen. We zouden nog wel een uur kunnen praten, denk ik zo. Maar, Dit is prima. Dit is prima. Dit is helemaal goed. We gaan u in ieder geval vanaf deze plek heel veel succes wensen. Een heel fijn weekend. Ook zo. Jullie ook, hè. Dankjewel. Wij spraken met Michiel van der Schoot. Hij heeft een studie gemaakt van al die wetenschappers die ooit hier in Katwijk geweest zijn. Wij gaan naar een stukje muziek.